Welkom bij deze nieuwe video. Jongens, SheGlam is weer uitgekomen met een nieuwe collectie. De Welcome to Playground collectie. En jullie weten, ik vind het altijd heel leuk om SheGlam collecties te testen. Voor de mensen die SheGlam niet kennen. SheGlam is het officiële make-up en merk van Shein. Dus allemaal super duper goedkoop. En SheGlam is altijd echt best wel goed voor die ultiem lage prijzen. En elke keer als ze weer met een leuke nieuwe collectie uitkomen, ben ik heel enthousiast. Want het is altijd leuk. Het is altijd leuke verpakkingen, leuke producten. Niet altijd de beste producten, maar dat gaan we vandaag weer bekijken. Maar het ziet er allemaal super leuk uit. Ik heb dus gewoon het hele pakketje besteld. Maar je kunt ook de producten individueel kopen als je er gewoon een aantal wilt. En ik ga vandaag gewoon deze nieuwe collectie testen. Ik ga een lekkere, kleurrijke, fleurige look maken. Want het zijn echt allemaal hele kleurrijke kleurtjes. En we gaan gewoon kijken vandaag wat we van deze collectie vinden. Dus dat is wat we vandaag gaan doen. Vond je het nieuw leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze review. Ik heb echt zin om deze producten te gaan gebruiken en een leuke creatieve look te maken. Zoals je kunt zien heb ik mijn gezichtsmake-up al gedaan. Letterlijk alleen maar de basis, mijn wenkies en that's it. En dit is hem dan. Dit is het SheGlam Welcome to Our Playground collectie. En zoals je kunt zien heeft het allemaal te maken met kind zijn. Er staat online letterlijk dat deze collectie geïnspireerd is op kinderen, op vroeger. Toen je nog aan het kleuren was op het schoolplein en zo. Dus het heeft allemaal een beetje te maken met kinderlijke vibes, schoolvibes, playground zoals je kunt zien. En het is gewoon de perfecte collectie om je helemaal weer een kind te voelen. Dus dat vind ik echt heel leuk. Ik zie ook alweer gelijk dat er heel veel aandacht is besteed aan de verpakking. Ik vind het echt heel leuk gedaan. Dus laten we hem gaan unboxen. Zoals je kunt zien is hij nog helemaal dicht. Ik heb hem nog helemaal niet unboxed. Kijk even dit. Is dit niet te leuk? Aan deze kant hier bij mijn hoofd zijn alle producten. En hier zijn wat extra accessoires. Ik ben benieuwd wat dit allemaal is. Super leuk. Oh my gosh. Oké, laten we kijken wat we allemaal hebben. Ik ga even kijken naar deze extra dingen die we hebben gehad. Dit is krijt. Dus gewoon om mee te kleuren. Heel leuk. En dit is een mix and match color palette. Dus hierop kun je kleuren mixen. Ik wil al heel lang zo'n plaat hebben om kleuren te mixen. Gewoon foundation kleuren, et cetera. Dus ik ben heel blij dat ik die nou heb. Volgens mij krijg je die ook alleen maar als je de hele set bestelt. Ja, hier ben ik echt blij mee. I love it. Deze gaat zeker worden gebruikt. Ik heb hier een brush set. Een kwasten set met 4 kwasten. Ik heb een lipgloss. Natuurlijk ook een klein oogschaduwpaletje. En een heleboel van dit soort kleurrijke multi functionele kleursticks in een heleboel kleuren. 6 kleuren. Dus die gaan we ook gebruiken. En that's it. Dat is de hele collectie. Oké, laten we eerst beginnen met dit oogschaduw paletje. Merry Go Round Water Activated Eyeshadow Palette. Dus het is niet gewoon een normaal oogschaduw paletje. Je kunt de kleuren met water activeren en dan een hele creatieve looks maken. Dit is zo cute. Het is zo'n metalen verpakking zeg maar. Zoals je kunt horen. Het is echt heel klein en heel cute. Ik ga stuk. Kijk deze schattige kleurtjes. Ik vind het er echt heel cute uitzien. Het is gewoon wel oogschaduw. Je kunt het echt als oogschaduw gebruiken. Maar nogmaals, het is dus wateractiverend. Dus je kunt het ook gebruiken als eyeliner. En dat vind ik heel leuk. Want deze 6 kleuren zijn ideaal als een leuke eyeliner look. Ik vind ze zelfs beter als eyeliner dan echt als oogschaduw. Dus dat is wel echt heel leuk gedaan. Dit is echt heel cute. Oké, dan gaan we ook eventjes de kwasten bekijken. Dit zijn dan de 4 kwasten. Het lijken ook letterlijk op verfkwasten. Ik ga stuk. Wel heel unieke kwasten. Vooral deze. Die zie je niet heel vaak in kwastencollecties. En dan heb ik ook nog deze multifunctional sticks. Die wil ik ook even gaan bekijken. Ze zijn letterlijk multifunctional. Dus je kunt ze voor alles gebruiken. Blush, eyeliner, oogschaduw, lipstick, wat jij wilt. Dit is dan hoe de sticks eruit zien. Super cute. En op de onderkant staan de kleuren, zeg maar. Dit zijn alle 6 de kleuren. Oh, deze is heel fel roze. Ook denk ik ideaal als blush. Echt gewoon zo'n hele grote chubby ronde stick, zeg maar. Oké, ik ben zo benieuwd hoe ik deze dan kan gaan gebruiken. Oeh, super gepigmenteerd. Dit zijn dan alle 6 de kleuren van de sticks. Ze zijn allemaal wel gewoon echt mat. Behalve deze middelste kleur, die is glanzend. Maar voor de rest gewoon matte kleuren. Heel leuk. En dan heb ik ook nog de gloss, maar die gaan we aan het einde gebruiken. Ik wil denk ik vandaag nog niet beginnen met de ogen, maar eerst mijn gezicht. Zoals je kunt zien, heel mijn basis zit er al op. Maar ik heb nog geen bron. Erop. Geen blush, geen highlighter, niks. Dus ik wil daarvoor deze sticks gaan gebruiken. Ik wil eerst gaan proberen te bronzen. Ik weet niet of het echt een goed idee is. Maar met de kleur Saturn Return. En het is zo'n bruinige kleur. Maar hij is niet helemaal mat. Ik had maar gewild dat ze hem echt mat hadden gemaakt. Want er zit een heel klein beetje glans in. Maar niet heel veel of zo. Dus ik denk dat ik hiermee wel een beetje kan bronzen. Maar we will see. Het is ook niet echt de perfecte kleur bruin. Het heeft een beetje een paarse ondertoon. En voor mijn huidskleur is dat niet ideaal. Maar laten we gewoon kijken wat we ervan kunnen maken. Ja, op zich, het blendt wel goed uit. Ik ben al ingegaan met een klein beetje poeder over mijn gezicht. Maar niet over mijn hele gezicht. Eigenlijk gewoon vooral om te baken. Nou, ik moet zeggen, het blendt echt prima uit.
Dat is wel echt fijn. Ik vind zulke sticks altijd echt ideaal. Omdat je ze dus echt letterlijk voor alles kunt gebruiken wat jij wilt. Ook heel handig voor op reis. Dan kun je gewoon met één stick heel veel verschillende dingen doen, zeg maar. Dat vind ik altijd echt top. Nou jongens, dit ging echt prima eigenlijk. Ik was een beetje sceptisch omdat het is een beetje glans. En het is een beetje een aparte ondertoon. Maar op zich is het wel oké. Ik heb nou amper product gebruikt. Ik heb helemaal niet veel gedaan. En er is toch best wel veel aangebracht. Dus je hoeft echt maar een klein beetje te gebruiken. Dat is ook een groot voordeel. Dan ga ik iets heel gewaagds doen. En ik ga die hele felle roze kleur gebruiken als blush. Pink Velour heet die. Maar echt maar een heel klein beetje. Ik doe letterlijk alleen maar dit. Gewoon eerst zien hoe het uitblendt, zeg maar. En ik blend het uit met mijn spons. Oké, die blendt gewoon eigenlijk gewoon letterlijk weg. Ik denk dat ik die beter kan blenden met een kwast. Ik ga deze kwast gebruiken. Ja, je moet echt uitblenden met een kwast. Zo, met een kwast is het gewoon goed. Oké, het is op zich wel mooi. Het is wel een felle kleur. Maar dat maakt op zich niet per se uit. Ik ga ook een beetje met mijn spons zeg maar, over de randen om het goed uit te blenden. Maar op zich, het lukt wel. Het zijn niet echt de meest creamy sticks. Maar het is wel gewoon echt oké. Ze zijn wel echt zeker bruikbaar. Oeh, mooi. Godzijdank is het niet te fel. Kijk, als je het uitblendt, blendt het gewoon helemaal mooi wat licht roze uit. En dan wil ik ook ingaan met die gouden glanzende kleur. Die heet Crown It. En die wil ik een beetje als highlighter gebruiken. Ik hou normaal niet van een cream highlighter. Maar ik wil vandaag gewoon zoveel kleuren testen als kan, zeg maar. Ik ga die denk ik gewoon een beetje uitblenden met mijn vingers. Want het is toch niet te veel. Het is wel een beetje een donkere kleur, dat wel. Oké, het is op zich wel... Oké, het is niet echt het beste. Ik zou hem persoonlijk niet meer echt gebruiken. Want ik vind het iets te glitterig, zeg maar. Het is een hele glitterige stick. Dus dat vind ik wel jammer. Ik zou deze eigenlijk alleen maar gebruiken als oogschaduw. Om een mooie golden oogschaduw look te maken, zeg maar. Dan wil ik ook nog ingaan met de kleur Charmed. Die is een beetje zo ja, donkerrozig. En die wil ik op mijn lippen gaan aanbrengen. Kijken wat er gebeurt. Kijk even dit, jongens. Er is echt heel veel kleur. Als je het wat minder gepigmenteerd zou willen, dan zou ik gewoon de stick een beetje aanbrengen op je hand. Daar een beetje van afhalen en dan over je lippen gaan. Maar ik wilde gewoon gaan voor de fully effect. Heel mooi, heel creamy. Het voelt heel zacht aan. I like it. En deze kleur zou ook echt prachtig zijn als blush. Oké, dan gaan we nou beginnen aan de ogen. Ik ga weer de sticks ook voor de ogen gebruiken en het paletje. En ik ga ook kijken of ik de kwasten kan gebruiken. Dus laten we inzoomen. Oké, laten we beginnen. Ik ga ook weer beginnen met zo'n stick. Een kleur die ik nog niet heb gebruikt is Sci Fly. En die is een beetje zo paarsig. En die ga ik gewoon aanbrengen zo over mijn hele oog. Hele mooie kleur deze. Ik weet nog echt niet wat ik ga doen, maar ik doe maar gewoon iets. Dan ga ik in met deze grote kwast. En daarmee ga ik het gewoon helemaal zo uitblenden, zeg maar. Dan ga ik in met deze paarse matkleur. En die ga ik een beetje gebruiken om deze stick uit te blenden. Oké, ik zeg jullie eerlijk, ik denk niet dat ik dit paletje kan gebruiken als normaal oogschaduwpaletje. Want er komt bijna niks van af. Dus je moet het echt gebruiken als Water Activated Palette. Dus dat is wel handig om te weten. Maar voor nu ga ik gewoon een beetje deze stick uitblenden. Ik pak ook gewoon zo'n beetje van die stick af zo. Ik heb echt geen idee wat ik hier nou allemaal aan het doen ben. Dan wil ik een soort van grafische eyeliner gaan maken. En dan gebruik ik deze kwast hier. Die is daar echt ideaal voor. En ik maak mijn kwast een beetje nat. Want het moet dus nat worden. En dan ga ik in met deze roze kleur. En dan ook deze paarse kleur. Jongens, ik moet zeggen, deze kwast is echt geweldig voor eyeliner. Deze gaat echt vaker worden gebruikt. En dan ga ik in met deze gele kleur en deze witte kleur. En met die twee kleuren ga ik een soort van bolletjes maken erboven. Dan ga ik in met deze blauwe kleur. En daarmee ga ik een eyeliner maken. Dit ging echt goed. Dit is de meest aparte look ever. But I like it. Dit paletje is echt heel erg goed. En met deze kwast gecombineerd is dit echt geweldig. Vooral als je houdt van echt graphic eyeliner. Ik zou hem niet als oogschaduwpaletje gebruiken. Als je denkt van, oh, dit vind ik heel mooi als oogschaduwpaletje. Dan zou ik hem niet halen. Maar als je echt hiermee wat eyeliners wilt maken, dan is dit echt ideaal. Ik had ook gezien dat mensen deze lipgloss gebruikten als glossy topper over de oogschaduw. Dus ook dat wil ik nog gaan proberen. Dit is dan hoe de verpakking eruit ziet van de lipgloss. Heel erg leuk. En het is gewoon een doorzichtige lipgloss, zoals je kunt zien. Nou ga ik deze wat kleinere kwast gebruiken. Dan pak ik een beetje van de gloss van mijn hand af. En dan wil ik zeg maar dit middenstuk glanzend gaan maken. Die zeg maar paars is. Voor een soort van glossy look. De gloss is ook niet te waterig. Hij is echt best wel dikkig en plakkerig. Dus dat is ideaal voor zo'n glossy look. Als het te waterig is, dan gaat het helemaal uitlopen. En dan wordt het echt een bende.
Kijk hoe leuk. Kijk nou het verschil met dit oog en dit oog. Dit oog is nog helemaal mat en dit is helemaal mooi glanzend. Ik vind dit echt super duper leuk. Kijk hoe cute, jongens. En dan wil ik de gloss ook aanbrengen gewoon op mijn lippen. Ik doe weer een beetje van de gloss op mijn hand. En dan breng ik het ook aan de lippen. Ik heb de look afgemaakt met wat wimpers. Wat vinden we ervan, jongens? Ik vind het echt heel leuk. De wimpers die ik op heb zijn deze. Van Lash Couture in de stijl Royal Silk. Ik vind de look echt heel mooi. Ook die glossy eye. Ik heb vaker een glossy eye gemaakt met andere glossy lipgloss en eyegloss producten. Die echt gewoon helemaal een complete vaal waren. En echt helemaal uitsmeren en alles. Maar ik moet zeggen, deze glossy eye blijft echt goed zitten. Dus deze lipgloss is echt ideaal voor zo'n soort look. En ook op de lippen vind ik hem echt wel fijn. Ik moet eerlijk bekennen dat ik dit echt een van de betere collecties vind van Chic Glam. Wat ik absoluut niet had verwacht. Maar het is echt super goed gegaan. Het is wel een hele specifieke collectie, dus je moet er echt van houden. Vooral hier ben ik echt heel blij mee. Die ga ik echt vaak gebruiken. Deze sticks zijn echt super handig voor echt van alles. Ik vond ze vooral mooi als blush en bronzer. Het enige wat ik iets minder vond was deze highlight kleur, maar die zou ik gewoon als oogschaduw gebruiken. Al met al zijn de sticks top. Deze lipgloss heeft me ook echt verrast. Het is een hele aparte formule. Het is geen normale lipgloss formule. Dus ideaal als een glossy eye en op de lippen. De kwasten vind ik ook fijn. En dit paletje vind ik ook fijn. Maar nogmaals, niet als een normaal oogschaduw paletje. Dus als je hem daarvoor wilt halen, zou ik hem niet halen, maar wel als eyeliner paletje. Ik vind dit eigenlijk gewoon een graphic eyeliner paletje. Super duper leuk. Dus eigenlijk, basically, vind ik eigenlijk gewoon alles goed. Ik ben in shock. Ik vind het echt een leuke look geworden. Ik ben heel benieuwd naar jullie mening. Let me know beneden in de reacties. En zoals altijd hoop ik dat jullie weer hebben genoten van de video. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!